Goedemorgen. Je kijkt naar het weerbericht van zondag 16 september van Weerplaza. Wolkenvelden trekken vooral over het noorden van het land vanochtend, met mogelijk een enkel buitje in de kop van Noord-Holland en Friesland. Maar op de meeste plaatsen blijft het vandaag droog. De temperatuur ligt vanochtend tussen de 16 en de 18 graden. Vanmiddag wordt het 20 graden in de kop van Noord-Holland tot zo'n 23 graden in Limburg. En daarbij schijnt de zon geregeld en blijft het overal droog. De wind is zwak tot matig vanuit een zuidelijke richting. Vanavond staat er nauwelijks wind, er zijn opklaringen en het blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 17 en de 18 graden. Morgen zijn er in het noorden meer wolken, mogelijk met een spatje regen of motregen. Daar wordt het 's middags 20 of 21 graden. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon en wordt het 25 graden. Dinsdag, woensdag en donderdag kunnen we genieten van vrij nazomerweer met de hoogste temperatuur op de dinsdag. Maar woensdag en donderdag wordt het ook nog 22 tot 27 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.